Dit is een stukje nostalgie. Ik ben nog iemand die zijn eerste kan begon op een moment dat de rekenmachines nog niet uitgevonden waren. En wij kregen dus 30 uren les om te leren rekenen met een rekenlat. Het is een systeem waarbij een heel aantal schalen zijn afgebeeld, ook logaritmische schalen, sinussen en dergelijke dingen meer. En waar dat men door het schuiven van twee onderdelen, zoals ik het u toon, en tegelijkertijd met een derde onderdeel erover schuift, de juiste combinaties kan maken. En het heel simpelste voorbeeld dat ik nu voor mezelf hier zie, is dat 3 maal 4, en daar moet je echt geen rekenlat voor hebben, 12 is. Maar als het al gaat over een getal met 3, 4 cijfers, en dat wordt vermenigvuldigd met een ander getal of gedeeld door een ander getal, dan is dit wel wat welkomer. Ik heb het grote geluk gehad van in Majora de laatste jaren wiskunde te krijgen van een mijningenieur die omwille van de sluiting van de mijnen naar het onderwijs was afgezakt. En afgezakt is hier zeker niet pejoratief bedoeld. Die man had het grote voordeel dat hij natuurlijk de wiskunde in praktijk kon brengen door praktijkvoorbeelden. En dat gaf wel een stuk de passie. En ik neem aan dat als ik al zou getwijfeld hebben, dat dat zeker vast de druk heeft gegeven om te zeggen ik kies voor deze afdeling. En vermits ik graag analytisch dacht, ben ik daar alleen de volgende jaren in mijn studies alleen maar sterker in gepassioneerd geworden. Ik denk dat wij, en ik kan het al een klein beetje vergelijken met 40 jaar geleden, dat wij in een hels tempo leven, in een wereld die enorm snel verandert. De mondialisering, de zaken die allemaal verschijnen, de Internet of Things, zijn zaken die maken dat wie stilstaat echt achteruit gaat. Je komt als ingenieur op de arbeidsmarkt, je bent analytisch gevormd, en dat is hetgeen dat ik bij onze jonge werknemers ook zie. Dat wil zeggen dat je op die manier ook zeer analytisch te werk gaat. Maar naarmate dat je in je carrière andere waarden nodig hebt, andere skills nodig hebt, moet je die wel bijsturen. En eerlijk gezegd, iets waar ik heel veel heb moeten bijleren, en wel een beetje misschien ook met vallen en opstaan, met schade en schande, dat is people management, de soft skills die wij ook zeer belangrijk vinden in het bedrijfsleven en die dat minstens even belangrijk zijn dan het analytische waarin dat we opgeleid zijn. Ondanks de technische geschooldheid en zelfs de heel analytische, rationele opleiding, kan ik alleen maar zeggen, mensen zijn het belangrijkste potentieel. En in een bedrijf heb je een balans, daar staat een actief en een passief op. Het enige dat er niet op staat op dat actief, dat is het belangrijkste actief, dat zijn de mensen. En dus omgaan met mensen, netwerken, ploeg vormen, mensen respecteren, mensen vertrouwen. Dat is de basis voor alle samenwerking, welke technologische achtergrond u ook hebt en welke technologische middelen u ook omringen.